Wat is dat mensen, welkom weer bij deze nieuwe video en de lang gewachte video is er eindelijk, de roomtour video. Deze setup is eigenlijk een klein stukje terug naar de oude roots. Het is een klein stukje terug toen ik begon met het livestreamen op Twitch en dat zie je ook eigenlijk een beetje in de aspecten van deze studio terug. By the way, wat vinden jullie van dit? Ziet het er nice uit? Laat even weten in de comments beneden. We gaan eerst beginnen bij het gedeelte achter me. Dit hoekje is eigenlijk gewoon de binnenkomst. Ik weet dat er altijd veel mensen hier komen. Je komt in deze studio ook terecht. Er wordt ook heel veel muziek geproduceerd hier. Ik ben ook veel bezig met muziek op dit moment onder de artiestennaam Shoke. Dat is mijn alter ego. Ja, en heel veel mensen komen hier gewoon langs en die zijn hier gewoon aan het chillen. Daarom heb ik ook hier de bank achter me. Daar kunnen mensen lekker op zitten als mensen achter de computer bezig zijn. Onder andere ik. De televisie achter mij is super chill, want ik heb daar altijd Shaq Hub. Niet die hub, een andere hub, Shaq Hub. Wat is dat? Shaq Hub is namelijk een soort van... Ik weet niet of jullie de Iron Man kennen, maar de Iron Man die heeft dus een soort van hulpje. En dat is dus voor mij Shaq Hub. Shaq Hub is eigenlijk een soort van agenda voor mij. Ik weet hoe warm het is hier binnen. Ik weet hoe warm het buiten is. Ik weet wanneer de trein gaat hier vanaf het station. Ik weet hoe laat het is. Ik weet wanneer ik bijvoorbeeld dingen moet gaan plannen. En ja, et cetera, et cetera. Het is een soort van een hulpdingetje. En de Shaq Hub is dus gemaakt door een goede vriend van mij, Joey. Joey is echt een topper van een vent. Hij heeft heel veel dingen gemaakt, ook voor Life with Shaq. Op de kast zit er ook een printer. De printer, ja, iedereen heeft wel denk ik een printer nodig. Ik heb het misschien nodig binnenkort voor een nieuw projectje wat ik al heel vaak heb gezegd op Instagram en op Twitter en weet ik veel wat, maar eigenlijk niet echt op YouTube. Ik wil namelijk weer beginnen met een kledingmerkje. Daar ben ik al super druk mee bezig. Ik weet dat heel veel mensen vroeger van mij weten dat ik het kledingmerk Griffers had en dat is dus nu misschien een soort van start-up en dat gaat weer een andere naam hebben, maar daarvoor stay tuned. Dus daarom heb ik dus de print wel nodig. Achter op de kast staat er ook een drone. Ik gebruik die in principe niet zoveel meer omdat de reglementen met de drones, dat is echt één gedoe, dus ik kan er op dit moment niks mee, namelijk dat ik die kan vliegen, dus daarom staat hij ook gewoon daar letterlijk op de kast. Wat heel jammer is, want anders moet ik mijn vliegbuffet halen voor de drone. En ja, ik heb me niet echt soort van in verdiept en ja, ik vind het maar raar. Ik vind het jammer. Ik vind het ook letterlijk jammer dat je een drone koopt voor 1500 plus euro en dan ineens komen er allemaal regels bij en dan kan je het niet vliegen. Ja. Europa, hè? Wat doe je eraan? Achter staat er ook een playbutton. Die is van Shaq, van de 100.000 abonnees. Die heb ik dus gehaald 2019 volgens mij, als ik het goed heb. Ik weet niet zeker. Het is allemaal zo snel gegaan. De jaren gaan nu zo snel en vooral met corona. Het is echt gewoon één gedoe. Maar ja, die staat dus achter me als een soort van trofee. En daar ben ik super blij mee en trots op. Nou, nu gaan we naar het volgende gedeelte en dat is dus de muur. De muur is super sick. Ik moet een grote shout-out geven naar Ben. Ben is iemand die ik heb leren kennen door Hanwee. Hanwee had altijd een klusjesman. Die heette dus Ben de Builder, Ben de Bouwer. En een keertje toen kwam ik langs bij hem en toen was Ben er ook. En toen heeft Ben de muur gedaan bij Hanwee's studio. Toen dacht ik van, damn, dat is best wel mooi. Ik wil het eigenlijk ook hebben. Want ik had al in mijn hoofd van hoe ik eigenlijk mijn studio in elkaar wil hebben. Maar ik wist niet echt in principe hoe ik dat moest gaan realiseren. Dus ik heb Ben gevraagd van, hey Ben, kan jij mij helpen daarmee? En dat heeft hij dus ook gedaan. Als jij ook bijvoorbeeld zoiets wilt als een muur. Ben zijn social media en al zijn contactgegevens staan hier beneden in beschrijving. By the way, echt letterlijk van alles wat hier in deze studio staat, ga ik ook proberen om in de beschrijving te zetten. En als je iets nog meer wilt weten, laat het dan even weten in de reacties. Maar ja, Ben heeft dus dan wel de muur gedaan, maar wat erop zit, dat is dus akoestische foam. Ik heb gelukkig een samenwerking gedaan samen met Big Block. Big Block, grote shout-out naar jullie. Zonder jullie had ik op dit moment niet een sicke studio zoals deze, want de jongens van Big Block hebben echt letterlijk, ja, ik weet niet eens of ik het kan zeggen en mag zeggen, maar die hebben letterlijk 565 blokken aan akoestische foam in deze studio gezet. En dat is insane. Het is niet alleen aan de muur, maar ook aan het plafond. En dat is super sick. Dat heeft dus Ben heel sick gedaan. Hij heeft namelijk 4 plafonden gemaakt met alleen maar akoestisch foam. En om de akoestische foam zit er dus LED-strips. Deze hele kamer is 50 meter aan LED. En voor de mensen die heel lang hebben gewacht en gedacht van, oké, Shaquille, Philips Hue, je hebt het allemaal gebruikt voor Philips Hue.
Nee, ik heb hele andere lesstrips gebruikt. Die heb ik ook beneden gezet. Die lesstrips werken dus met Google Home, wat super chill is. Akoestisch foam aan de muur, akoestisch foam aan het plafond. En nu, op naar de studio. Of in ieder geval, de setup. Ja, de setup. Waar moet ik beginnen? De setup is echt super sick geworden. In principe is er niks veranderd aan de vorige studio. Maar er zijn wel een paar kleine dingetjes bijgekomen waar ik misschien wel een beetje meer dingen over moet gaan vertellen. Onder andere het mengpaneel. Het mengpaneel is super sick. Ik mag eindelijk zeggen dat ik nu op dit moment een soort van professionele radio DJ ben qua een eigen studio. Want ik heb mijn eigen DNR. De mensen van Broadcast Partners hebben mij namelijk gesponsord met een hele mooie DNR Airlight. Voor de mensen die niet weten wat een DNR Airlight is. DNR Airlight is eigenlijk een mixer die wordt gebruikt in de meeste webstations in de studio. En nu heb ik er gewoon één. Ik ben van de GoXLR ben ik afgestapt naar de DNR Airlight. Het is een hele mooi mengpaneel en ik heb ook nog even iets cools erbij geregeld. En dat is namelijk een mica-arm. Voor de mensen die heel veel bezig zijn met radio. Een mica-arm zijn eigenlijk de statieven die worden gebruikt in de radiostudio's. En dat is niet zomaar een studio-arm, nee. Elke keer als ik mijn microfoon omhoog doe, wordt er een on-air signalering gestuurd naar de microfoonarm. En dat is super sick. Maar wat ook heel sick is, is de camera setup die ik heb. De camera setup kan ik helaas niet zien, want ik ben alles letterlijk nu aan het filmen. Maar de camera setup is eigenlijk zo. Tussen mijn twee beeldschermen zit er dus de camera. En aan de linkerkant, eigenlijk het beeldschermpje wat ik nu heb, daar kijk ik naar mezelf ook als ik aan het livestreamen ben. Dus dat is super chill, want ik gebruik de Sony A7S II. En die heeft namelijk geen flipscreen, dus dat is dus heel moeilijk om mezelf te kunnen zien. Dus daarom heb ik een externe beeldschermpje erbij genomen. En dat is dus een heel klein beeldschermpje waar ik mezelf dus kan zien. Zoals nu. Hoi, hartje kiel. En oh ja, wat super chill is dat ik een samenwerking ben aangegaan met Corsair en Elgato. Want hun sponsoren mij. Dus yes, we hebben de eerste sponsor, boys. Let's go. Dus ik hoor binnenkort misschien een giveawaytje. Must be nice. Dus als jij een giveaway wilt zien op dit kanaal, druk dan even zeker op het like knopje en vergeet niet te subscriben, want dat is misschien wel nodig tijdens de giveaway. Over Corsair spullen gesproken, by the way, op dit moment niet gesponsord. Ik heb dit legit gewoon zelf gekocht, want ik had deze spullen al voordat ik de samenwerking aanging. Ik heb op dit moment de Corsair K60, de K60 Low Profile. Het is echt een super ding. Low Profile haalt dus in dat de toetsen ietsjes gehalveerd zijn, wat super nice is, want dan typt het voor mijn gevoel in ieder geval veel lekkerder. Ik heb ook een Corsair muis, dat is echt een hele sicke muis, want die muis heeft eigenlijk aan de zijkant 12 knopjes die je kan instellen op een toets in de software van IQ. Dat is dus eigenlijk de Corsair soort van mapping waar je dingen kan aanpassen, et cetera, op die knoppen zelf. En dat is echt super nice. En als we het niet alleen over Corsair hebben, want Elgato is van Corsair, heb ik dus ook een Stream Deck. Een Stream Deck is een heel sick apparaatje als je aan het livestreamen bent en je wilt scène switchen. Dan kan je heel rustig gewoon ploep klikken op een van de knopjes en dan switch je dus gewoon van een andere scène. Dat is super chill, maar je kan hem ook voor veel meer dingen gebruiken, onder andere shortcuts op je Adobe Premiere Pro. Als je bijvoorbeeld een ander programma wilt openmaken of als je, ja, ik weet niet, misschien een tweetje wilt sturen op Twitter. Ook handig. En dan komen we ook nog eens bij de PC. Want ja, bij een brute setup hoort er natuurlijk ook een brute PC. En dat is het ook zeker. Deze PC is echt een fucking beast. AMD Ryzen 9, de 5555, whatever, X. Ik weet niet eens hoe het heet. Ik heb ook een RTX 2080 Super in. Die gaat binnenkort naar een 3080. Want nu eindelijk na jaren, letterlijk na jaren, na twee coronajaren, gaat eindelijk een beetje de prijs naar beneden van de videokaart. Want die waren super, super moeilijk te verkrijgen. Dus daar ben ik ook wel best wel blij mee. Dat we eindelijk ook een 3080 kunnen hebben. Dit is een PC die wordt gebruikt om te editen, te streamen tegelijkertijd en ook weer op te gamen. Het is een beast van een PC. Alle specificaties staan allemaal hier beneden. Mocht je ook willen weten wat er allemaal in zit en misschien zelf dezelfde PC willen nabouwen, dan kan je dat daar allemaal doen. En over nabouwen gesproken, jongens. Er komt een nieuwe serie online hier op dit kanaal en dat is namelijk Setup Check. In mijn Discord server kan je namelijk jouw setup opsturen door mij te laten checken of het wel goed is. Is de cable management wel nice? Of wil je gewoon een beetje meer tips hebben? Of denk je van, damn Shaquille, ik wil gewoon dat je naar mijn setup kijkt. Dan is Setup Check misschien iets voor jou. En hoe je daaraan mee kan doen, moet je even blijven wachten. Want dan ga ik je allemaal haarfijn uitleggen. Die kwam er echt fucking nice uit. Lekker Shaquille. Let's go. Dus ja, dat is de PC. En nu gaan we
naar audio. Ja, bij de oude setup is precies hetzelfde ook gebleven. Het enige wat erbij is gekomen is dat er een compressor tussen zit. Vroeger bij de GoXLR had ik de compressor al, de DBX. Alleen die heb ik nooit gebruikt, omdat in de GoXLR al een goede compressor zit. Dus als je een compressor met een compressor gaat mengen, dat gaat niet goed. Dus daarom heb ik hem altijd eruit gehaald. Maar omdat ik nu een DNR Airlite heb, kan ik hem dus heel mooi gebruiken. De onderste, die wordt ook niet gebruikt. Dat is eigenlijk in principe ook een compressor, maar dan voor andere dingen. En daar onderin is er een power switch. Als ik dat knopje namelijk uitdoe, stel je voor het is nu keihard aan het regenen, gaat mijn hele setup niet kapot. Dus dat is misschien ook wel slim om te doen of te hebben. En ja, er zitten twee laadjes in als ik al mijn kabels kwijt wil. Maar daarvoor heb ik dit kastje hier ook. Want daarom heb ik het ook gekocht, want het paalde echt letterlijk uit van alleen maar kabels en dat is niet chill. Nou, niet te vergeten, ook het Red Bull koelkastje moest ook mee met het Shaq logo, wat binnenkort misschien ook veranderd gaat worden. Nou, in ieder geval niet op YouTube, maar wel op Live with Shaq. Red Bull, thanks nog voor het koelkastje. En oh damn, wat ben ik goed met een freaking bruggetje over vleugels gesproken. We gaan even weer naar boven, want boven, dat wordt zo vaak aan mij gevraagd tijdens mijn livestream. Elke keer als ik bijvoorbeeld een switch van een andere camera engel doe. Dankjewel Koen. Echt. Maar echt. Godverdomme. Ik ben een meme geworden en ik wist het ook niet eens, lol. Elke keer als ik een switch maak van een andere camera angle, dan zien mensen dus dit beeld. En dit beeld is super sick, want het beweegt. En Shaquille, hoe de hel beweegt dit nou? Nou, vroeger had ik dus een slider. Een slider tussen mijn beeldschermen dat het heen en weer ging. Dat was eigenlijk een van de eerste mensen in Nederland, of in ieder geval Twitch Nederland, die zoiets had neergezet. En dat vonden mensen echt super sick. Maar ik dacht, wacht eens even, dit kunnen we nog veel sicker uitbreiden. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb letterlijk mijn slider niet tussen mijn beeldschermen gezet, maar aan het plafond. Ze zitten vast met twee bouten, letterlijk in het plafond. En dat wordt vastgehouden door de, door bouten eigenlijk in principe. Ik weet niet hoe dat werkt, maar het werkt. Dankjewel, Ben. Ja. En dat is het dan. Ik wil heel graag iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan deze kamer. Want broadcast partners, freaking Big Block, Ben de Bouwer. Heel cliché. Maar jij ook. De mensen die continu naar mijn YouTube filmpjes kijken, naar mijn Twitch livestreams kijken, dankjewel. Want zonder jullie had ik dit letterlijk niet kunnen doen. Dit is eigenlijk een droom van mij geweest dat ik zo'n kamer heb kunnen maken. Want vanaf het begin dat ik begon met streamen of YouTube, toen had ik twee beeldschermen. Eentje was vierkant en de andere was een televisie van LG die echt letterlijk zo dik was. Dat je letterlijk van dat naar dit kan gaan binnen 5-6 jaar, dat is fucking sick. Je eigen woning hebben en dit gewoon kunnen doen. Dankjewel. Uit de grond van mijn hart. En we gaan gewoon knallen met nieuwe content. Onder andere de setup check. Hoe kan je daaraan meedoen? Nou, ik heb een hele mooie Discord. Ja, je kan even hier de link beneden klikken. discord.gg/LWS. Heel makkelijk. LWS staat voor Live with Shaq. Als je dat niet wist. Elke dag live om 3 uur. You know where to find me. twitch.tv/LiveWithShaq. Pauw, 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 pauw. Ik hoop je ooit een keertje daar te zien. Maar hoe kan je meedoen met Setup Check? Oké. Als je de Discord join, is er namelijk een tapje #SetupClub. Zet daar dan 3 mooie foto's neer van je setup. En ik bedoel dan ook echt mooi. Want als ze lelijk zijn, dan ga ik ze niet gebruiken. Ik wil geen trash shizzle. Oké. Ik wil geen trash shizzle. Zet dus daar 3 foto's in van jouw setup. Hoe meer foto's, hoe meer ik jou kan gebruiken in de Setup Check. En zet er ook even je specificaties bij. Want ik ben daar ook best wel benieuwd naar. En dat is het voor deze video, jongens. Ik wil iedereen hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe het dan zeker op het blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te subscriben op mijn kanaal. En er is nog maar 1 ding wat ik kan zeggen en dat is tot de volgende. Yo yo!